Dames en heren, leuk dat jullie weer kijken. Lang leven de liefde. We zijn weer terug. Voor alle mensen die niet zo van Formule 1 filmpjes houden, sorry voor de afgelopen 2 weken, maar ik had even andere prioriteiten. Dan moet ik zeggen, de laatste tijd zijn er ook echt veel bangers geweest. Veel mooie mensen meegedaan in dit programma waar wij ons toch wel kostelijk mee hebben kunnen vermaken. Hopelijk vandaag weer. Vandaag gaan we namelijk kijken naar mijn naamgenoot. Dan sta je van wat mij betreft al gewoon 1-0 voor, maar goed. Dit is Rob. Kijk nou. In het weekend beut hij een beetje bij als DJ op feestjes, maar nog liever tilt hij zelf de voetjes van de vloer. Echt, ik zweer het. Rob en ik, niet alleen qua naam, maar ik hoor alleen maar pluspunten. Had ik ook niet anders van verwacht. Ik dans heel erg graag en ik kan het ook wel redelijk goed. Oké, tot zover onze gelijkenissen. Ik heb toevallig afgelopen weekend weer niet gedanst, maar we hadden teamweekend. En mooi. Mooi. Ik weet ook niet wat ik er wel over wilde vertellen, maar wat een kutverhaal. Wat lul ik nou eigenlijk? Dat jasje een beetje zo opzij en dan uit. Dan iedereen begint te gillen, dus ik ga het jasje uit. Man. Heel de tent plat. Heel de tent plat. Alle 25 aanwezigen. Hup. Nee, vind ik mooi. Deze leuke dame heet Vanessa, is 52 jaar. Kijk. Komt uit Eindhoven. Eindhoven. Zij zijn samen een soort van ik in 40 jaar. En 2 gestrande huwelijken hebben haar alleen maar sterker gemaakt. God. Wat ik te bieden heb in een relatie. De meest leuke vrouw die er is in Nederland, denk ik. Hartstikke idee. Ik hou van auto's, ik hou van voetbal, ik hou van Formule 1. Dus ik denk dat ik het lot uit de loterij ben. Heerlijk. Kort pittige vrouw. Iemand die groter is als ik in ieder geval. Het liefst heel groot. En lomp qua postuur. Ik hoef geen gespierde Adonis, want dan moet ik dat zelf ook gaan doen. Ja, nee, ik vind dit humor. Ik zei, daar gaan ze. Zo. Hi. Hi. Vanessa. Hi. Rob. Hi, Rob. Hi. Hij is net iets groter. Ja. Niet heel veel groter. Lomp van postuur. Een beetje. Dat is wel waar zo'n vroeg. Nou, top. Neem plaats, zou ik zeggen. Ja, inderdaad. Hier even zitten. Mooi dat ze allebei best wel vlot overkwamen. En dan toch op zo'n moment schiet dan toch wel de stress even binnen. Ik kan me best voorstellen dat je er echt warm van krijgt. Daarover gesproken. Ja, want de video van vandaag wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door Airup. Je ziet het hier al. Oh. Ja, dat is niks voor mij. Oh, ik glinst er helemaal. Ik zit nu naar mezelf te kijken. Gert, verdemme. En nee, ik heb niet die Airup over mijn gezicht heen gegooid. Ik zag daar laatst een goede story over van Airup zelf. Dat je Airup drinkt je... Zo en niet zo, zeg maar. Dan had dit wel gekund. Maar het gaat er me vooral om. Wellicht hebben jullie het meegekregen, maar het is dus best warm in Nederland. Al weken. Voor mijn gevoel had het volgens mij 30 dagen niet geregend. Daarna in de afgelopen week 2 keer. Maar tussendoor is het nog steeds tussen de 25 en 30 graden. Elke dag zweten. En wat dan belangrijk is goed hydrateren. Hydrateren, mensen. En een ander ding van de zomer is natuurlijk de summer body. En wat dan niet samengaat is hydrateren met ongezonde dranken met veel calorieën, veel suikers en allemaal troep. Dus het beste kun je dan water drinken. Dat is en goed voor de hydratatie en goed voor de summer body. En dan is Airup ideaal, want met Airup upgrade je water. Rats je even die smaak open. Kassus vind ik heerlijk. Pot activeren en dan... En zo kan ik heerlijk verkoelend blijven drinken, vooral tijdens opnames in, zeg maar, kijk, als het dan buiten 30 graden is het, zeg maar, in het opnamehok met al die lampen, computers en blabla, 35 tot 40 graden. Dan heb je af en toe echt een slokje nodig. En dan ga ik u nog even een cheat vertellen die ik altijd gebruik. Het is echt een goede Airup cheat. Je hebt natuurlijk deze flessen, maar je hebt natuurlijk ook de stalen flessen. Je moet zorgen dat je water koud hebt staan. Sommige mensen hebben rechtstreeks koud water uit een koelkast of uit een watertap. Maar je kunt ook gewoon de fles vullen en in de koelkast zetten. Dan wordt het namelijk ook koud. En ik zweer het je, als je dan ook nog in de stalen flesje water doet, dan blijft het extra lang koud. Dat was altijd al lekker. Maar met dit weer is dat extra lek. Dus ik zou vooral aanbevelen om de stalen fles aan te schaffen. Je upgrade niet alleen je water met je Airup, maar het blijft ook nog eens ijzig koud. En wie wil dat nou niet met dit warme weer? Airup, dankjewel voor het sponsoren van de video. En vooral voor het redden van mijn zomerbody en mijn leven. Het spat er nog niet echt vanaf, hè? Ja, maar kom je om even vandaan in de watertermen te blijven. Genep. Eindhoven. Ja. Ja, mooi. Ja. Als je nu had geantwoord met Eindhoven de gekste, dan was ik echt gestopt met kijken. Daar heb ik zo'n tief zekel aan als mensen dat zeggen. Klein cadeautje meegebracht voor je. Oké. Leuk. Ja, ik ben nogal van de humor, dus Dus het is vast iets kuts. Mooi. Brabants weerbericht. Touwtje slingert, wind natuurlijk. Touwke wit, sneeuw. Touwke bevroren, vorst. Touwke weg, gestolen. Ja, mooi. Grappig. Waarschijnlijk 90% van het kijkt heeft niet eens verstaan wat er zojuist gezegd werd, maar ik vond het best grappig. Dit is een... kristal? Ja, een soort maansteen. Ja. En die middels, daar twijfel ik nog over.
Maar die kunnen allemaal een bepaalde werking hebben. Okay. Met je daarin gelooft natuurlijk. Ja, dat is met alles, hè? Ja, precies. Ik weet wel wie er niet in gelooft, en dat is Vanessa. Hartchakra. Oké. Okay. Dus gaat je hart openstaan, dus ontvankelijk voor de liefde, enzovoorts. En mooi dat hij best wel een beetje thuis is in die dingen. En zij waarschijnlijk echt totaal niet. Dat is zeg maar wat ik verwacht. Dus. Dat zeggen ze, hè? Dat zeggen ze. Dat is wat ze zeggen, ja. Dus. Ja, mooi. Zij gelooft eigenlijk dan niet. Zetten we hier dan. Ja, mooi. Hè? Ja, inderdaad, ja. Jezus. Slaap je links, slaap je rechts? Ik slaap op de bank, denk ik. Slaap je op de bank? Zo, dames en heren, ziet een man eruit die in de mut is. Die kop. Hij behaalt, jongen. Dat is goed. Nee, respecteer jouw keuzes. Hij zegt niet van, ik ga wel op de bank liggen als echte gentleman. Hij laat haar gewoon lekker op die bank. Hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 58. Ah, oké. Okay. Jij? 52. Oké. Okay. Ik weet niet waarom, maar ik vind het op een manier heel mooi. Dus ik heb een paar keer op een klein festival gedraaid. Dus je bent DJ? Ja, dus hobby DJ. En wat voor muziek moet ik dan bij nadenken? Het zou echt ziek zijn als hij gewoon echt keiharde techno er doorheen blaast. Richting in soul, disco, funk, maar ook niet house, dus techno. Oh, ja, daar word ik echt, daar kan ik niet tegen. Drum & bass, bom 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 bom. Dat had hij niet verwacht. Ben je al lang alleen? Een jaartje, 5 inmiddels. Tussendoor wel wat schaals gehad. Ja. Die feestjes natuurlijk als DJ, dan pikt hij de vrouwtjes wel op, hè. Want hè, dan is hij de grote artiest. Ja, ik weet helemaal hoe het werkt, jongen. Huh? Ik heb niet bepaald een type. Nee, dat heb ik ook niet. Nou ja, maar ik heb dit volgens mij al vaker gevraagd. Maar is het niet dat bepaalde types op een gegeven moment met leeftijd verdwijnen? En kijk, als je heel veel gaat uitsluiten, dan blijft die pool waar je in kan vissen nog kleiner. Maar dat kan aan mij liggen. Oh, hey. Het is nog middag. Ja. Middag. Hoi, ik ben Kevin. Hi, Cindy. Aangenaam. Hoi. Ben daar. Ja. Het heeft niks met deze aflevering te maken, maar ik was gewoon even aan het kijken. Misschien dat ik hier binnenkort ook nog wel even op kan reageren, joh, als het een leuke aflevering is. Laat het even weten in mijn DM of het leuk was, het kijken waard. En ja, stel, het is niet leuk voor YouTube of ik het dan toch moet kijken. Maf Gees. Had jij iets in gedachten qua eten? Nee. Oh. Ben jij een kok? Ja, redelijk. Ja, mooi. Ja? Ook om gevraagd. Dat is mooi, want waarschijnlijk heeft ze dat gewoon echt aangegeven. Iemand die goed kan koken. Ik lust alles, behalve warme wortels en witlof. Ik denk ook echt zo rennen met zo specifiek. En qua sportieve activiteiten. Sorry? Niks. Sportieve activiteiten. Maar ik kijk wel graag naar mensen die sporten. Ja? Ja, dat vind ik heel mooi. Ik heb op een bankje zitten met een drankje en andere mensen. Ja. Andere mensen zien zweten. Ja. Ze komt ook echt uit Eindhoven, maar voor mijn gevoel, dit zou zo je buurvrouw kunnen zijn. Tenminste, als in voor mij, aangezien ik daar ook woon. Ik heb zoveel al 100 keer Mooi. Ik heb voor mijn gevoel 100 keer gepraat met deze persoon. Alleen heb ik haar nog nooit in het echt ontmoet. Maar voor mijn gevoel ken ik 100 mensen die ook zo zijn. Ik kan op televisie ook niet naar sport kijken. Nee? Oh. Oh, ik denk wel, boeit me niks. Oh. Ja, Formule 1 gaat allemaal lekker snel, maar alleen maar zo rondjes kijken. Ja, zij was Formule 1 fanaat, zei ze al, hè? Voetballen net zo, ja, dat is leuk. Die bal achter die bal aanrennen met z'n allen, ja, leuk. En dan, oh. Mensen die voetbal beschrijven als met z'n allen achter een bal aanrennen, ja, dat triggert echt iets in mij. Dat slaat zo nergens op. Dus zo kun je alles wel zeggen. Ja, mensen die 7 noten achter elkaar zetten en dan 8e noten keer zo doen. En dan doen ze een keer die noten omhoog. Ja, muziek, ja. Zo kun je alles wel kapot maken, joh. 11 man die achter een bal aanrennen. Zijn het de eerste 22? Of zei die dat? Die bal achter die bal aanrennen met z'n allen, ja, leuk. Oh, met z'n allen, zei die. Ah, oké. Okay. Goeie omschrijving van voetbal. Ik ben echt voetbal. Formule 1. Ja, PSV-fan. Ja. Vanessa en ik voelen elkaar hierin, man. Wat voor een dans dan? Salsa dansen gedaan. Kizumba, bachata. Ik wil niet vooroordelen, maar ik heb het idee dat Vanessa niet zo van het dansen is. Maar je weet het niet, hè. Het kan zomaar dat het opeens toch zo blijkt te zijn. Ik ben op heel veel kilo's kwijtgeraakt. Heb ik gevonden, denk ik. Ja, leuk. Ja, ik vind gewoon een leuke opmerking. Ik kan er niks anders van maken. Oei. Is het al morgen? Oh, nee, dit wordt helemaal niks. Niet jouw bloedgroep. Erg wollen sokken valt dat wel mee. Eniteer. Oh. Jouw kennen, dan wordt het vast wel een gezellige avond. Oh, dit wordt helemaal niks. Hij heeft wel zijn gouden klompjes mee. Maar kijk, ze zijn nu echt een uur samen en dit is al de tendens. Dan wordt het wel echt taai. Maar ja, aan de andere kant, dat je dat zo snel weet je dat vaak wel natuurlijk al. Hoe sterk voel jij de behoefte om bij mij op schoot te kruipen? Helemaal niet. Dat idee had ik al.
Ah, ik moet zeggen, ik vind haar sowieso denk ik wel een persoon die niet snel bij iemand op schoot gaat zitten. Maar je weet het niet. Hallo, schatje. Het is zo kansloos. Echt heel erg. Limburger. Oh, Limburger. Teer met een knotje. Het is drie kruizen. Wanneer mag ik naar huis? Oh. Een Limburger ook. Ik weet als Brabander hoe dat voelt. Dat wordt altijd al een lastig verhaal, heb ik het idee. Wat zegt de vriendin van Rob? Hey, ja, Rob. Hij gaat ben heel benieuwd. Dansavonden en ja, ik heb geen idee. Ik heb geen enkel raakvlak. Hey Gerda, een leuk gesprek. Het is een aardige vrouw, maar ik voel een bepaalde afstand. Goed, we gaan er een leuke avond van maken en we gaan straks in het bubbelbad. Het interesseert er echt een flikker. Maak er een leuke avond van. Oké. Okay. Daar is lekker. Yo. Die trekt gewoon, nou ja, ik wil zeggen fles wijn, maar waarschijnlijk trekt zij gewoon een heel krat bier overhoop. En dan heeft ze gewoon een mooie avond. Maar misschien kan Rob er nog overhalen met een heerlijk gerechtje koken. En heb je nog broers of zussen? Ik heb drie zussen. Drie zussen? Drie zussen. Ja, wel leuk. Jawel, die heeft er wel iets. Ja, maar ik heb ook wel zeg maar, vrouwelijke trekjes. Een beetje gay is wel oké, maar... Nou, daar zei het echt absoluut niet mee eens. Wou je nog een romantisch kaarsje aan of zo? Nee. Zou het helpen? Ja. Ze doet echt niet de best. Overigens zit ze wel aan de wijn. Dat had ik niet verwacht. Zo, heerlijk rijst met wat kip en groenten. Geen wortel natuurlijk. Mag ik komen? Ja hoor. Oké. Zo. Ja, het is waarschijnlijk een hele laffe uitzending, deze aflevering van deze twee mensen. Maar ja, ik moet er de hele tijd doorheen skippen, want ze snijden altijd twee afleveringen door elkaar. Ik kom dit elke keer tegen, ik kan er ook niks aan doen. Ik moet wel zeggen dat normaal skip je er wat makkelijker doorheen dan nu. Maar goed, we gaan weer terug naar de jacuzzi van Rob en Vanessa. Kun je op Tietje kijken? Ja, ik had het over hem, Ja, en als ik niet ben, is het zweven. Ik weet niet, maar ik vind het ook wel echt slecht gematcht van een programma. Ik kan er niks aan doen. Maar hij is inderdaad, hij was er best zweverig. Dat zag je ook aan zijn cadeaus. Hij heet van dansen, van muziek, niet van sport. En andersom, zij is totaal niet zweverig. Zou het juist wel heel erg van sport. Hij niet allemaal van dansen en dat soort dingen. Ja, aan de ene kant kun je zeggen, ze vullen elkaar precies aan. Maar het is toch wel fijn als je iets van een raakvlak hebt. Nee, maar ik heb bijvoorbeeld ook Reiki gedaan. Dus ik heb eerste graad van Reiki. Ja, ik vind dat moeilijk. Daar krijg je een certificaat van. Dan denk je, ja, rot op man. En hetzelfde is een strikdiploma. Hij doet helemaal zijn best. En zij maakt gewoon zijn hele cursus kapot. Dat is hetzelfde als een strikdiploma. Kijk eens, heerlijke croissanten. Zo! Wild? Oké. Als je wilt, kun je ontbijten. Ja, ik ben zover. Hij is een gekke gentleman, man. Hij laat precies haar alles doen. Ja, gezelligheid spat er weer vanaf. Ook de volgende ochtend, toch? Jezus Christus. En janken bij muziek? Heb je bijvoorbeeld muziek waar je een traantje bij laat? Ja, het kan. Ja, ik heb wel bepaalde muzieksoorten die mij wel triggeren om, ja, om te... Dit laat gewoon zien dat ze precies helemaal totaal anders zijn. Van John Legend, Start. Ja. Dat is geen idee. Ze heeft echt geen idee. Alleen als ze al aan denkt, dat is zo van... Ja, ik zie het, ja. Ja, ja. Ja, even kijken. Oh, hier haak ik hem. Oh, gaat hij nou ook nog aanzetten? Ja. Oh, gaat hij daar nog huilen ook? En dan weet zij natuurlijk echt helemaal niet wat ze mee moet. Niet huilen. Nee. Zie je? Dat wil ze niet. What does America... Ja. Nou, dat is. Mooi. Ja. Ze maken er nog wel een gezellige ochtend van, maar allemaal leuke activiteiten zoals het poolbiljart. Nou, zij stoot hem sowieso helemaal de welke moeder. Romantische gebaren kan ik van jou verwachten als wij een relatie hebben? Ze gaan ook nog gewoon door met die vragen en zo. Ja, dat kan wel alles zijn. Ga ze even flirten. Ja, ik kan je wel op een bepaalde manier aankijken. Zo van, hey, darling. Daar dan kan ik bijvoorbeeld ook naar je toe komen en dansen en dan kan ik zeggen... En dan ga ik helemaal zo... Hij gaat er even helemaal voor. Dan blijf ik je aankijken, dan kom ik dichterbij en dan gebeurt er dan iets. Nee. Ik ga helemaal stuk. Hij deed dit echt als soort laatste hoop. Hij dacht misschien gaat ze me zoenen. Echt niet. Liever een stoere of een lieve partner? Stoer. Stoer, ja. Ja, dacht ik al, ja. Ja, nou, hij is niet stoer. Zou je mij eens hebben typeren? Je probeert jezelf wel stoer
stoer voor te doen. Ik vond wel een beetje, een beetje macho. Ja. Ik wil wel een beetje macho uitstraling. Maar ja, dat vind ik dus ook. Hij heeft wel een beetje macho uitstraling, maar hij is lief. Hij is niet stoer. Hij praat, gaat hij goed. Ja. Zolang ik niet praat. Ja. 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 Zij is zo goud eerlijk. Ik vind dat zo heerlijk. Maar als je met jou een gesprek aangaat, dan kom je er wel achter dat je helemaal niet macho bent. Ja, dat idee had ik ook al, ja. En daarom match je het ook niet. Zeg maar zo'n bunt te maken, want dan wist ik ook niet meer van jou. Hoe krijg je dat nou voor elkaar, weet je wel? Ja, ik heb er niks mee met knotjes. Ja. Zij kraakt alles af wat hij doet of zegt. En ik vind het prachtig. Maar als ze alleen uitgaan, doe ik wel eens, zeg maar, ik heb hele dunne wimpers, zeg maar. En dus dat wil ik wel eens even aanzetten met een beetje mascara, weet je wel. Maar meer om een bepaalde blik te krijgen. Oké. Ja. Ze wint alles kut wat hij doet. Dit vond ze ook gewoon weer super kut. Oké. Zeg ze ook en daarna stilte. Zo, een beetje dat aanzetten. Ja. Je moet doen waar je zelf goed bij voelt, toch? Het is echt de allergrootste mismatch ooit. En dat maakt het misschien wel een van de mooiste gesprekken ooit. Het is echt twee batterijen die elkaar zo aan het afstoten zijn. Het is echt niet normaal. Daar heb je denk ik wel in de gaten. Ik wil niet verlengen. Ja. Nee, het was wel te verwachten. En de reden daarvoor is, ik voel geen chemische klik. Chemische klik? Ze voelt geen chemische klik. Jij houdt heel erg van feestjes om te gaan dansen. Ik heb het helemaal niet. Nee, zo wel lekker ik hou zuipen. Van voetbal en Formule 1, daar heb jij helemaal niks mee. En dat wil ik toch nog even gezegd hebben, anders gaan andere mensen het zeggen. Vanessa is echt een soort van Brabant in een notendop. En ik mag het zeggen, ik kan het ook weten. Ja. Die heb ik echt heel weinig. Dit is voor mijn gevoel hoe heel de rest van Nederland ook naar Brabant kijkt. Ja. Zij is daar gewoon de uitbeelding van, zeg maar. Ik ben ook meer op een iets ander niveau. Dat is wel wat meer spirituele. Ik dacht dat hij even ging zeggen dat hij zichzelf veel slimmer vond, maar dat bedoelde hij niet. Dus ja, ik zou ook niet willen verlengen eigenlijk. Nee. Nou, dat is fijn. Als ik een hele mooie vrouw vind, dat is gewoon ook een mooi persoon. Dan gaan we de spullen pakken. Ja, is goed. Ik vind het wel jammer dat hij die schoenen niet aangehaald heeft. Ik had graag willen weten waarvoor hij die schoenen had meegenomen. Plus, ik vind het wel een soort zielig nu dat ze hebben eindelijk die stap genomen om dan mee te doen. En dan word je zo kut gematcht. Kijk, van haar denk ik wel dat het goed komt. Maar ons Rob, die denkt van nu van nee, dit ga ik niet meer doen. Dit is niks voor mij. Terwijl als hij gewoon een goede match had gehad, had het prima kunnen werken. Rob gaat op eigen gelegenheid op zoek naar een spirituele soulmate. Ja, zie je, Rob komt niet meer terug. Hij gaat zien dansen op zijn gouden schoenen. Ja, dat had ik ook al graag gewild. Het duurt vast niet lang voor ze zo'n kerel in haar leven kan verwelkomen. Nou, dat was hem weer. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie net zo hard om Vanessa hebben kunnen lachen als ik. Ik vond het in ieder geval prachtig. Mocht je nog leuke afleveringen hebben, stuur mij even een DM op Instagram. Dat hou ik altijd in de gaten. En tot de volgende keer.